De boeken die op mij het meest hebben indruk gemaakt, en die heb ik gelezen toen ik al lang volwassen was, maar dat zijn de boeken, een hele serie. En het speelt in Amerika in de jaren, ja, eind jaren 1900 ongeveer. En het gaat over een meisje wat met haar familie naar het westen trekt in Amerika. En die serie die heet Het Kleine Huis op de Prairie. Dat is in ieder geval deel 1. En die serie boeken die heeft op mij indruk gemaakt. En ik dacht, had ik die maar gelezen toen ik nog een kind was. Zo mooi vond ik ze nu. Maar ja, er zijn nog heel veel andere boeken die ik vroeger ook mooi vond. En, ja, die zijn nou nergens meer te vinden natuurlijk. Want ik ben intussen wel een oma geworden. En die boeken die zijn zo van de jaren 50.